mooi. De herfst. Ja, de herfstkleur. De herfstkleur, ja. Welkom, ik ben Thijs Steen en we gaan eens even een blik werpen op mijn atelier waar ik een kleine rondleiding geef. Er liggen een heleboel grafische tabletten, want ik heb meestal alles eigenlijk in aanslag. Wat kinderen mij heel vaak vragen is, hoeveel boeken heb je eigenlijk geschreven? En dan zeg ik meestal, in het begin als ik mijn armen zo wijd deed, dan zaten al mijn boeken erin. Maar tegenwoordig lukt me dat niet meer. Kijk maar. Ik ben zowel een tekenaar als een boekenschrijver en ik heb eigenlijk het liefst een eigen omslag eromheen. Hier zien jullie een beetje hoe dat eruit ziet. Zo groot als je het hier ziet, zo groot zie ik het zelf op mijn computer. En dan ben ik met een grafische pen heel klein alle details raampje voor raampje aan het maken. Hier is zoals het boek dan uiteindelijk wordt. Wat ik ook vaak maak... is een boekomslag die helemaal om het boek heen gaat. Dit is dan de voorkant, dit is de achterkant. Hier zien we het boek aan de voorkant. Dit is de rug. En hier zie je dit stukje nog. En je moet altijd heel goed uitmikken dat er ruimte is voor je tekst, dat niet net door een gezicht heen gaat. Een van de dingen die ik doe als ik een plaatje heel vaak moet maken, dan maak ik er eerst een beeldje van. Dan kan ik het heel makkelijk daarna natekenen van alle verschillende richtingen of als ik luier ben er foto's van maken. Veel van mijn plaatjes die begin ik als fotocollages, maar andere dingen die ik niet kan fotograferen, die moet ik schetsen. Dit was een eerste poging om een beetje de juiste ledematen te krijgen. Hier is die al beter geworden. En nou ga ik eens even naar de boekomslag toe. Dan kunnen jullie zien hoe die uiteindelijk werd. Glum. En toen ik hem maakte waren net de selfie sticks gekomen. Dus ik heb die handspiegel toen vervangen door een mooie selfie stick met een smartphone erin. Ik ga nou even laten zien van hoe het met schetsen gaat. Of liever de computer laat dat zien. Vaak schets ik toch iets voor. Ik gebruik ook vaak foto's. Maar dit is helemaal eerlijk, beginnend met potlood. En hier zie je de eerste schets. En daarna heb je echt heldere lijnen nodig als je alles gaat invullen. Hier gebruik ik viltstiften die je ook bij de mode gebruikt. Dan ga ik Photoshop in, nadat ik me ingescand heb. En... in zijn lichtere toestand is het makkelijker om de kleuren te doen. Hier zie je het uiteindelijke resultaat en nu ga ik even naar het boek toe. Hier zie je hem in het boek staan. Dit is tot nu toe nog steeds mijn allerbeste drakenplaatje. Wat is het kenmerk van science fiction? Ik denk, oh ja, dat heeft met de toekomst te maken, maar zitten nog andere ingrediënten in? Het is een manier om naar de wereld om je heen te kijken. Van science fiction gaat ervan uit dat... alles eigenlijk een reden heeft. Hè? Bij fantasy dan kan alles getoverd worden. En bij science fiction zit je heel vast aan redeneringen. Maar je hebt niet dan met techniek te maken. Zo van, dat moet dan kloppen of zo. Alles moet kloppen. En de moderne science fiction die is heel erg gericht juist op biologie, genetica, antropologie, psychologie. En dat gebruik jij ook in je tekeningen? Ja hoor, ik heb wel tekeningen gemaakt en dan staan er drie zonnen in de lucht die allemaal een verschillende kleur hebben. Dan krijg je iets ontzettend ingewikkelds wat betreft schaduw. Hè? Die vallen drie kanten uit en ze hebben ook nog allemaal verschillende kleuren. Dat is een hele leuke ding om uit te zoeken. En bij een fantasy tekening zou ik misschien drie zonnen in de lucht gezet hebben en dan zou ik gewoon iets woest met kleuren gedaan hebben. En bij science fiction moet ik precies gaan zitten kijken, het licht komt van die zon, dus daar wordt de schaduw blauw, komt van die zon, daar wordt de schaduw rood. Dus er moet een zekere logica wel in zitten. Ja, dat is het grote verschil van
het gaat om logica moet erin zitten. En hij speelt heel erg op een gevoel van bewondering. Van goh, wat fantastisch wat we nu zien. Oh, zit dat zo? Ik heb heel veel plaatjes altijd in mijn hoofd. Zodra ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik interessante dingen. En ik ben eindelijk op het stadium beland dat als ik iets in mijn hoofd heb, dat ik het ook bijna precies zo op papier kan krijgen. Of op de computer in mijn geval. Ja. Ik heb ook heel veel boekomslagen bijvoorbeeld gemaakt die aan de voor- en de achterkant doorgaan. En die zien er heel erg mooi uit als er niet allemaal tekst overheen hoeft. Ja, ik bedoel, ze zijn daarvoor wel bedoeld, maar dat zijn vaak dingen waar ik heel veel tijd aan heb besteed. En dat is gewoon leuk als je die, weet ik wat, 1,5 meter breed ziet. Mooi. Ik ga ook mijn beschilderde matroeska's daar neerzetten. Ik heb er een heleboel gemaakt die op de Russische sprookjes teruggaan. De Archeon Oeuvreprijs in 2010. In 1990 het Bemoste Beeldprijs. Zijn dit allemaal kinderboeken? Nee hoor, dat is meestal op het gebied van de science fiction, fantasy, horror en zo. Want ik zie hier ook de King Kong Award. Ja, nou, dat is in ieder geval de grote prijs voor het science fiction verhaal. En jij maakte ook, als beeldhouwer maakte jij een beeldje voor de King Kong Award? Ja, dat was heel erg knap. Ja, het was zo'n beeldje wat ook nog beschilderd moest zijn. Ik had het nog niet eens heel droog gekregen. Ik was als een gek naar die bijeenkomst aan het gaan. En toen bleek ik hem zelf gewonnen te hebben. Wat gaan we doen met... maken er weer bankje van? Ja, ik kende hem wel. Maar vooral dus door die interview. Ja, Andries Potter. En toen kwam ik Marlies tegen, die is ook directeur. En die zei van, god, we hebben een artist in residence. Had ik dan ook gehoord. Maar ik was daar wezen kijken. En toen zei ze, goh, is het niet leuk dat hij iedere keer een verhaaltje kon vertellen. De hele maand oktober. Tot op dit ogenblik heeft die 4D natuurlijk er niet meer. En dat is het idee dat... Daar buiten onze aarde een nog ontzettend veel grotere aarde zit. Dat is het gevoel wat ik vroeger had. Als je op de goede manier naar Engeland voert, dan kwam je niet in Engeland aan, maar kwam je in Atlantis aan. Of wat er verder achter de horizon zou zitten. Maar je moest wel weten hoe. En ik weet dat natuurlijk. Maar, en de mensen in mijn boek. Ja. Als je dat helemaal zou uitleggen, dat die hele grote kranter, dan zou je ergens tot Jupiter ongeveer komen. Zo ontzettend veel extra aarde hebben ze. Misschien wel aardig om dat hier te laten zien. Hier heb je een kaart van de Grand Terre. Het helemaal in het midden, ons kleine stukje aarde wat wij kennen, de Oudlanden noemen ze dat. En verder liggen de echt belangrijke landen eromheen. Ik geloof dat ik een stuk of 14 absoluut verschillende universa en werelden heb gemaakt in de loop van de tijd. Hier heb je zo'n mooi voorbeeld van een omslag die helemaal... van de voorkant naar de achterkant gaat. En dit is zo groot als ik ze ook maak op de computer. Zo zie ik dat terwijl ik bezig ben haartjes te tekenen, bakstenen aan het bijwerken ben. Ja. Het is enorm gedetailleerd. Ja, daar hou ik heel erg van. Dat is ook een van de manieren, ja, mijn bezwering, dan zit ik er zelf ook helemaal in als ik alle details kan zien. Daar staat nu dat ze je aankijken als je er aan komt lopen, geloof ik. Hè? Sommigen. Kunnen ze ook echt open, Thijs? Ja, ze hebben al in elkaar gezeten, dus ze zijn nu dus heb ik als het ware leeggehaald. Ja. En die viltstiften die je bij de modetekeningen gebruikt. Het zijn ook die mooie, helemaal egaaldekkende stiften. Maar dit is dus dan de traditionele voorstelling van Plaschijk. Het verhaal gaat dat die kun je niet doodmaken, want die heeft zijn dood verstopt. Niet zijn leven, maar zijn dood. Ja, ja. En die zit in een zilveren naald. Die zit in het ei van een eend. Dat ei zit weer in de eend. De eend zit in een haas. De haas zit in een beer. En de beer zit diep onder de grond. Zo'n plaats van 10 mijl voorbij de grens van de wereld. Hè? Oh, mooi. Dus dat moet je allemaal opsporen. En je kan je voorstellen van... als je de beer verslagen hebt bijvoorbeeld, dan springt die haas eruit en gaat ontzettend hard wegrennen. Als je de haas te pakken hebt, vliegt de eend weg. En dit is Baba Yaga, hè, van die bekende heks. Ja. Een van de verhalen die over haar ging, is dat ze beeldschoon kon zijn. Dan stal ze de huid van een maagd, die filmde ze levend en trok haar vel over zichzelf heen. En die? Dat is een typische sjamaan. Kijk, hij heeft ook horens. Dit was weer. Ah ja.
Die mannen komen toch uit? Ja. Nou, die zitten heel Siberië. Ja. En ja, het is natuurlijk een heel groot stuk van Rusland waar dat al die volkeren zitten. Ja. Ja, dat is 1,80. Dus die moet 5 centimeter omhoog. Dit is het centraal station van Atlantis. Dat is een verhaal van een jongen en die heeft een vriendin die vindt dat hij absoluut geen fantasie heeft. Op een gegeven moment krijgt hij een mailtje van ontmoet mij op het hoofdstation van Atlantis, anders wil ik je nooit meer zien. Alles te interpreteren wat hij onderweg tegenkomt. Als hij een kasteel ziet, denkt hij daar woont een reus en tussen de bomen zitten kabouters. En uiteindelijk komt hij daar en zij mailt hem dat ze op hem zitten wachten, maar hij heeft wel die... De hoofdstad binnenreed, zit hij te bedenken dat het moet een wereldstad zijn en die heeft altijd shantytowns. En daarna wordt het ontzettend veel lelijker. En zij heeft verteld van Atlantis dat zijn marmeren pilaren, zelfs de kraaien, die zingen als nachtegalen en zij zit dus in een andere versie. Hij ziet haar tassen daar op die bank staan, daar zitten alle dingen in die ze altijd samen aten. Dus, Tot ziens. Oké, tot morgen.